Hallo allemaal, mijn naam is Lisa Westerveld. Ik ben namens GroenLinks Tweede Kamerlid en ook woordvoerder onderwijs. En ik ben challengehouder van het onderwerp lumpsum financiering in het onderwijs. En waarom dit onderwerp zo belangrijk is, is dat we natuurlijk als Tweede Kamer verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat geld dat na onderwijs gaat ook op de goede plek terechtkomt. Maar waar we de afgelopen jaren mee worden geconfronteerd is dat er soms veel onduidelijkheden zijn. Dat wij niet precies weten waar het geld naartoe gaat. Maar dat ook andere organisaties ook soms met de handen in het haar zitten. En daarom hebben we ook jullie hulp nodig om ons te helpen om beter ons werk uit te kunnen voeren. Dus ben je goed met data? Hou je van om informatie op te zoeken? Meld je dan aan via de link voor 4 oktober.